Ja, we kijken naar uh, twee borden waarvan je zou zeggen: Nou, dat is natuurlijk allemaal Chinees. Maar ja, ik weet niet of het Chinees is, want wij Nederlanders wisten China heel goed te imiteren. Zee, Althans, het nou, spul. Zeker, dat ja. mag ik wel zeggen. Ja. Maar eerst even naar u. u uh, ze zijn van u? Zij van mij, komen uit het ouderlijk huis. Ja? Ja. En, en nu staan ze bij u heel mooi op een kast? Of, uh... Deze staat op de kast en die staat boven grote schuifdeuren. Oh, maar dan op. mooi om te, om te tonen, ja, hè? Precies. Ja, ik vind ze mooi. Ja. Uh, zijn ze uit, allebei uit... Uh... Nou, de grap is namelijk, we hebben deze twee borden hier staan... maar er is één Chinees en één Nederlands. Je gaf het net al even aan een klein beetje. Hè? Dit is het Chinese bord. En dit bord is uit de, <laughs> de Kangxi-periode. Ik zou het dus... die gegokt hebben gek Ja? Ja, maar ja, weet ik veel. Hier ja. zie ik een Chinees tafereel. Ja, maar ik kan er een leuk verhaal Daar kan ik ja. wel iets over vertellen. Ja. Zal ik daar iets over vertellen? Ja, weer, dat. Leuk ja. om te ja, weten. Ja, ja, ja. Zeker. Nou, dit Chinese porselein, dat werd dus door de VOC werd dat naar Nederland gehaald. in grote getalen met schepen. Hè. De volkwam dat. Want de Nederlandse bevolking, de Noord-Europese bevolking. vond dat prachtig in de 17e en 18e eeuw. Het toonde ook aan hoe welgesteld je was als je veel van dat mooie porselein had. En Nederlanders zijn altijd slimme zakenmensen geweest. En in Delft maakten ze natuurlijk heel veel mooi gebruiksaardewerk. Toen dachten ze, wacht even, wat Chinezen kunnen, kunnen wij ook. Maar wij konden, geen Chinees, wij konden geen Chinees porselein bakken. Dat konden we niet, maar we konden wel aardewerk maken. En toen hebben ze gedacht, dan maken wij die borden in aardewerk. En dan beschilderen wij ze in diezelfde kleur blauw met Chinese voorstellingen. Ja. Slimmer, Dus zo, zo ja. speelden ze toch heel mooi in op de vraag die er toen was naar ja. Chinees porselein. Ja. Ja. Dit is een, bord, een Chinees bord uit de periode, uit de Kangxi-periode. Dus is je is kunt die het die dateren de. omstreeks 1700. Ja. Uh, en dit bord is ook in hele mooie staat. Ook de achterkant is mooi, met van die rollen, hè. dat is een wijsheidssymbool. Uh, en bovendien is het bordje prachtig gemerkt ook. Er staat een vol Kangxi-merk, een dubbele ring met een Kangxi-merk, een blad. Uh, dat is dus een duidelijk Kangxi-merk, wat staat dat het bordje ook uit de periode is. Uh, uh, uit de, uit, de, ...uit de goede periode, dus uit de Kangxi-periode is. Dus het is heel mooi gemerkt. De voorkant is beschilderd met uh, pioenrozen. Dat is trouwens een leuk symbool. Dat staat voor vrouwelijk schoon en voor liefde en voor tuin. Dus dat is ook nog eens een heel leuk symbool wat erop afgebeeld is ja. op deze borden. Uh, een bord als dit in deze kwaliteit... ...dit is namelijk ook de hele mooie kleur blauw en de mooie kleur wit... ...dus het goede Kangxi en onbeschadigd... Uh, ...dan praat je over een waarde van, ik denk zo, 300-400 euro voor dit bordje.